Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 19 april 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Als het goed is, dan is er vandaag weer Mosje in de uitzending. Gisteren kwam dat helaas te vervallen vanwege tijdgebrek. En tevens een SSTV-plaatje, dit keer een stuk korter in BW12. Ondanks eerdere berichten hierover op internet is er op dit moment nog geen besluit genomen over de toekomst van de 60 meterband in Nederland. Zo laat Mirjam Suurmeijer van Agentschap Telecom vandaag aan Daily Minutes weten. Zoals gebruikelijk worden zodra er een besluit genomen is eerst de verenigingen geïnformeerd, maar ook dit heeft dus nog niet plaatsgevonden. Hopelijk blijft er een iets grotere band voor ons in Nederland beschikbaar, zodat de dagelijkse AM-ronde op die band kan blijven bestaan. Zo'n ronde met deels surplusapparatuur is, als iets zoals hier gebeurde min of meer vanzelf ontstaat, een waardevolle aanvulling. Onlangs is er een onderzoek verschenen waarbij de aanwezigheid van type 2 diabetes bij kinderen in verband kan worden gebracht met de aanwezigheid van gsm-masten. Het onderzoek dat gedaan werd in Saoedi-Arabië is serieus, maar het moet nog wel worden geëvalueerd door collega's. De pers nam, zoals het vaak gaat, snel de conclusies van het onderzoek over in diverse publicaties. In Nederland kijkt het kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid namens de overheid naar dit soort publicaties en ook naar dit soort onderzoek. Het kennisplatform heeft naar het onderzoek gekeken en heeft gisteren een conclusie daarover in een persbericht gepubliceerd. Die conclusie die luidt als volgt. Het kennisplatform is van mening dat gezien de gebrekkige opzet en de uitvoering van het onderzoek hier geen samenhang is gevonden tussen vergrote kans op diabetes en de blootstelling aan gsm-zendsignalen. De publicatie geeft geen enkel aanknopingspunt om een samenhang tussen type 2 diabetes bij kinderen en gsm-zendsignalen te onderbouwen, te bevestigen of te verwerpen. Het volgende bericht wordt als test door een andere text-to-voice interface gesproken dan anders. Grappig genoeg is de stem dus vrijwel gelijk. De door een Nederlandse amateur bedachte en uitgewerkte site waar je naar het DMR-verkeer op Brandmeister kunt luisteren, krijgt inmiddels wereldwijde bekendheid. De talkgroeps worden op de site gestreamd als on-demand streams. Onder andere de bekende website SouthgateARC.org besteedt aandacht aan het onderwerp in een artikel van Ian G3ZHI. De website die nog experimenteel is, is te vinden op hostbrandmeister.network. Dus Hotel Oscar Sierra Echo.brandmeister.network. Agentschap Telecom heeft tussen mei 2014 en juli 2015 in de regio Rijnmond onderzoek uitgevoerd naar zogenaamde BRZO-bedrijven. Dit zijn bedrijven die vallen onder het besluit risicozware ongevallen. Dit soort bedrijven hebben vaak grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag. De bedrijven lijken zich redelijk bewust van het belang van een zorgvuldig frequentiegebruik. Dit frequentiegebruik is juist bij dit soort bedrijven erg belangrijk, omdat een storing potentieel kan leiden tot grote economische, maatschappelijke en fysieke gevolgen. Belangrijk is dus dat dit soort bedrijven geen onverwachte storingen ondervinden, door bijvoorbeeld illegaal frequentiegebruik of het niet voldoen aan de voorwaarden van de vergunning. Enerzijds lijken de bedrijven zich dus redelijk bewust van het belang van een goed frequentiegebruik. Er blijkt volgens het onderzoek echter ook een verschil te zitten tussen hoe bedrijven, CQ de leiding daarvan, denkt dat de zaken geregeld zijn en hoe dit in werkelijkheid geregeld is. Er is daarnaast een gebrek aan besef bij de bedrijven van de eigen verantwoordelijkheid in deze. Een deel van de problemen wordt veroorzaakt doordat bedrijven de kennis van communicatieapparatuur en hun netwerken uitbesteedt aan onderaannemers. De bedrijven zijn er hierdoor ook van afhankelijk of zo'n onderaannemer wel alles volgens de opdracht en volgens de regels doet. Agentschap Telecom wil met het onderzoeksrapport het bewustzijn hierover bij zowel bedrijven als bij hun leveranciers van telecommunicatieapparatuur vergroten. De leveranciers, zo stelt AT, hebben een verantwoordelijkheid om hun klanten goed te bedienen. Agentschap wil daarbij door afspraken met bedrijven en hun tussenpersonen het niveau van kennis vergroten. Aldus agentschaptelecom.nl. Het lijkt een algemeen probleem dat we in de huidige telecommarkt hebben. Sommige bedrijven in de keten die elk een klein beetje van de winst afromen, zijn in hun taakstelling flinterdun. Denk daarbij aan de telecommarkt voor mobiele telefonie en internet aan particulieren. Ja, en dan deel 4 van onze serie over antennes. Er zijn bij het ontvangen eigenlijk maar een paar dingen belangrijk. Of je een signaal hoort, hangt af van of het signaal sterker is dan de aanwezige ruis, dat wil zeggen in een gunstig geval, of sterker dan de aanwezige achtergrondstoring. Kun je die dingen beïnvloeden? Ja en nee. Allereerst wil ik wijzen op een nogal onzinnige parameter bij aanprijzingen van korte golfontvangers en van zendontvangers. Op VHF en hoger ligt dat anders, maar een gevoelige ontvanger is iets wat je op de korte golf nodig hebt bij een slechte antenne. Als je mobiel of draagbaar werkt, dan werk je met een matige antenne meestal en dan heb je wat aan gevoeligheid, als de uitstraling van je auto of de omgeving daar dat tenminste niet verpest. Op de meeste banden heb je dus meer aan een goed gedrag van je ontvanger bij sterke signalen.
Maar hoe gevoeliger je ontvanger is, hoe slechter hij tegen sterke signalen kan. Dat geldt voor een slechte ontvanger, maar ook voor een heel goede. Zet er voldoende voorversterkers voor en hij gaat al op tilt van een QRP-signaal. Toch zie je fabrikanten telkens weer opscheppen over hoe gevoelig hun HF-apparatuur wel is. Ook al is dat een apparaat voor thuis, waar je meestal op zijn minst een heel redelijke antenne hebt. Gelukkig kun je de meeste ontvangers dan ook weer ongevoeliger maken door een verzwakker in te schakelen of door de eerste versterkertrap uit te schakelen. Niet al te veel op letten op die gevoeligheid bij de aankoop dus. Goed, het gaat er dus om of je kunt beïnvloeden of een signaal al dan niet boven de ruis of de achtergrondstoring uit te krijgen is. Een eenvoudig te begrijpen manier om het signaal boven de ruis te tillen is door aan de zendkant het vermogen te vergroten. Zet het signaal 5 dB onder de ruis en vermenigvuldig je het zendvermogen met 10, dat wil zeggen er komt 10 dB bij, dan zit het signaal ineens 5 dB boven de ruis. Je ontvanger gevoeliger maken werkt niet, want als je de ruis die uit de antenne komt al hoort, en dat is zoals het moet, dan is je ontvanger al gevoelig genoeg. Aan de ontvangstkant kun je beter een betere antenne gebruiken. Eentje dus die door, zoals we de vorige keer hebben behandeld, een betere bundeling van het signaal meer microvolts op de ingang geeft. Daardoor wordt het signaal echt sterker. Tenzij natuurlijk sprake is van achtergrondstoring die uit dezelfde richting als het signaal komt. Behalve versterking kun je je antenne ook hoger plaatsen. Of, als die er is, op een betere plek dan waar hij staat. Zodat er bijvoorbeeld op 70 centimeter niet meer een betonnen flat in de weg staat. De zendende kant kan overigens hetzelfde doen, dus een antenne gebruiken met een beter richteffect en de antenne op een hogere, betere plaats zetten. Zo'n verandering werkt overigens ook als de zendkant op ontvangst gaat. En dat voordeel heeft een hoger zendvermogen, zoals we eerder ook al vaststelden, niet. Behalve dat we iets aan de antenne doen, kunnen we zonder een voorversterker ook al iets aan de signaalsterkte doen. Bijvoorbeeld de bandbreedte van de ontvanger verkleinen. Dat moet natuurlijk wel kunnen, want je wilt dat het hele ontvangstsignaal in het filter past. Want alles wat er niet in past, dat gaat verloren en daar wordt het signaal zeker niet harder van. Veel moderne FM-transceivers hebben twee filters. Daarmee kun je goed dit effect uitproberen. Zet je zo'n apparaat op narrow, dan gaat hij in veel gevallen veel te zacht moduleren. Maar als er ook een smal filter in zit, dan neemt wel de gevoeligheid van de ontvanger met bijna een S-punt toe als het apparaat op smal staat. Een repeater als PI2NOS moduleert zodanig dat hij meestal nog wel in het smalle filter past ook. Een mooie instelling zou dan ook zijn dat je de zender op wide zou kunnen zetten en tegelijkertijd de ontvanger op narrow. Met de meeste apparaten gaat dit niet. Het kan wel als je een zendontvanger hebt met twee ontvangers erin. Dan zit je de ene ontvanger op narrow en de andere op wide. Het exemplaar op wide, daar zit je het volume van dicht en die gebruik je om te zenden. Let op, want vaak heeft bij dit soort apparaten maar één van de twee ontvangers ook een narrow filter. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de FT8800 en de 8900 van Jesu. Terug naar de antenne kwestie. Er is namelijk nog een manier waarop je soms het signaal van een ontvangerstation kunt verbeteren. Als de oorzaak van het slechte signaal een stoorbron is, dan kun je je antenne bijvoorbeeld neerzetten op een plek waar je minder storing ontvangt. Ook kun je een afscherming in de richting van de stoorbron neerzetten of een antennetype gebruiken, zoals bijvoorbeeld een quad-antenne of nog beter een magnetische loop-antenne, die veel minder gevoelig zijn voor stoorsignalen. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Let op, sommige uitzendingen staan niet op youtube.com. Die staan dus alleen op www.pa0ete.nl.